vandaag vinden de Retail Skills wedstrijden plaats. Retail Skills Battle in het mooie Engels verwoord, zeg maar. Wedstrijden waarbij leerlingen een organisatie hebben gedaan met producten van hun stage. Dus ze zijn op stage geweest en zij gaan nu allerlei vaardigheden, skills laten zien aan het publiek en aan examinatoren. Zij gaan vragen over onderdelen zoals sales skills. Sales skills houdt in verkoopgesprekken. Dus je hebt verkoopgesprekken die je moet voeren in een winkel. Nou, vervolgens mondt dat uit in productkennis, dus product skills zoals we dat noemen. Een stukje kennis over de producten waardoor je ook een gedegen advies kunt geven. Presentation, dat is de presentatie van een kraam zoals je ziet. Hoe ga je iets etaleren, presenteren aan je klanten. Nou, en dan mondt dat weer uit in Engels. Gaan ze ook een stukje, krijgen ze ook een stukje ondervraging over. En Nederlands, dus speaking. Echt hoe articuleer je, hoe praat je naar mensen. Ja. En de winnaar, wat staat er voor de winnaar te wachten? Nou, de winnaar die krijgt daar een hartstikke mooie beker toegewezen, zeg maar. En krijgen ze ook het tegoedbon en daarbij een plaats voor de landelijke finales. Die vinden op 24 april plaats in Kootwijk. Dus dan mogen ze naar de landelijke wedstrijden. En komen daar vanuit het hele land allerlei ROC's of andere opleidingen naartoe? Ja, er komen allerlei ROC's uit het hele land komen daarheen. Inmiddels zijn er 22 deelnemers opgegeven. Kijk, en dit kun je zien als een soort voorronde op die landelijke wedstrijden. Dus, en de andere scholen doen niet allemaal aan voorrondes, wij dus wel. Maar goed, daar komen we allemaal samen met alle winnaars en alle heroes, zeg maar. Ja. Ja, maar vandaag is het eerst hier de beurt aan de leerlingen van hier. Welke leeftijd leerlingen zijn dit? Zijn dit examenleerlingen? Dit zijn examenleerlingen. Dit zijn de laatstejaars niveau 2 leerlingen van de opleiding verkoop hier. Van detail allemaal, ja. En hoe was dat om stage te lopen bij de HEMA? Leuk, en ik werkte nu ook. Je hebt er een baantje gekregen. Klopt. En je werd net ondervraagd door de examencommissie voor de wedstrijd. Hoe was dat? Spannend, maar het ging wel goed volgens mij. Ja. Wat hebben ze je zoal gevraagd? Wat ik hier had liggen en wat ik erover te vertellen had. En de prijzen en waar het van gemaakt was en zo. Dus volgens mij ging het wel goed. Vond u dat het ging, deze beoordeling? Ik vond dat het heel goed ging. Studenten praten enthousiast, deskundig ook. En ja, was ook enthousiast. Dus dat kwam wel over, zeker. En hoe vond jij dat het ging? Ja, ik vond ook heel goed dat het goed ging. Ja, ik deed heel erg mijn best. Dus ja, ik denk dat het goed. En wat heb jij zoal gepromoot? De DA plus mooi. Mooi is de luxere kant en DA is de toeristische kant. Dus ja. En die geurtjes die sprak volgens mij je examinatoren wel aan, hè? Ja, ik denk het wel. Ik had ook voor mannen mee, dus ja, kan ook. Maar voor de vrouwen, ja, ook. Ook tevreden over deze beoordeling? Ja, absoluut. De leerling heeft een mooie vlog gemaakt, die hebben we opgenomen. Leerlingen die weten wat ze willen promoten, weet veel over de producten te vertellen. Dus dat is perfect, ja. Gefeliciteerd, meer kan ik niet zeggen. Nee. Onkel Jan heeft dus een plaats bemachtigd in de landelijke Retail Skills Battle. Ja, neem een plaats op de hoogste treden. Nogmaals een applaus voor hem. Nee, je mag hier bovenop gaan staan. Had je het ook verwacht? Oké. Neem hem in ontvangst. Hou hem even in de lucht allemaal. En nogmaals applaus voor de winnaars. De Retail Skills Battle Heroes. Ja, dames en heren.